Hallo allemaal, ik ben Ansie van Dicar Motorhomes in Geel. Vandaag ga ik jullie niet één model voorstellen, maar twee modellen. Benimar IRTO 840 en de 861. Twijfel je tussen een campervan of een motorhome, dan is dit het ideale model. Zijn breedte is 2,15 meter en ligt er mooi tussen. Je kan hem krijgen op Ford 130 pk, 170 pk en is ook verkrijgbaar op automaat. De pet bovenaan in de cabine is dan ook mooi gelijk getrokken met het raam, voor minder weerstand van wind. Ook al spreken we over een compact model, de IRTO 861 geeft dan wel een grote garage, de 840 een iets kleinere. Maar beide hebben ze wel verlichting binnenin, stopcontacten van 12 volt en 220. De deur heeft dan ook een tweepuntsluiting, raam in het deurtje, muggengor, instap die uitgewerkt is aan de binnenkant van de motorhome en die is ook laag. In de cabine heb je dan ook extra berging van boven, stuurbediening, achteruitrijcamera en uw verduisteringen aan de ramen. De beide motorhomes zijn voor vier personen waar je mee kan rijden. Zie hoe gezellig je het kan maken in de zithoek. Ondanks dit een kleine motorhome is, heeft hij wel een heel grote skyroof met muggenhor en verduistering. Er zijn twee hangkasten en heel veel bergingskasten in dit model. De keuken is dan ook compleet. Je hebt een ijskast die je langs beide kanten kan openen, afwasbakje en softclothesladen in de keuken. Het ene model heeft een dwarsbed, het andere model heeft een twinbed. En je kan altijd van de zithoek nog een bedje maken. Zo vrouwen, jullie zien het, twee spiegels, ideaal om ons mooi te maken en te maquilleren. Het toilet en douche zitten dan ook op één ruimte, maar je kan ze afzonderlijk afsluiten, zodanig dat je niet hoeft te poetsen tijdens de vakantie. Hebben jullie genoten van het filmpje en heb ik jullie een klein beetje slimmer gemaakt, dan zou ik zeggen, kom gerust naar Dicar Motorhomes, jullie zijn allemaal van harte welkom.